Jongens, mijn kanaal is Rick en leuk dat jullie kijken naar deze splinternieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag iets anders dan Fortnite. Ik ben hier samen met Rickert. Yo. Oftewel Paradoes, oftewel... Ninja. Oftewel Ninja. Vandaag was het idee dat wij een prank call gingen doen met heliumballonnen. Nou, we komen erachter dat we net alle helium hebben opgemaakt in onze andere video's. Dus dat is fucked up. Dus dan gaan we nu gewoon proberen YouTubers te prank callen met... Ja, misschien een ander stemmetje op te zetten of zo. Ik weet niet of dat gaat lukken. Weet ik niet. Alleen zeg maar ik terug. Hallo, u spreekt met ik ben Bob. Hallo, meneer, doe ik normaal. Hallo? U spreekt met Marco van NL Gaming. Zou het werken? Ja, denk het wel. Oké, we gaan eerst YouTube prankelen en dat wordt? Mick. Oké, let's go. Serieus? Oké. Gaan we zeg maar. Ja, pak maar gewoon iemand. Ik ga prankelen, dus ik begin met Torben. Dan begin ik met Torben. Torben, als jij ziet deze video, als jij mijn stem niet herkent, gast, zeg erg. Dan zou het wel heel dus erg. Ik denk gewoon dat hij niet eens opneemt, omdat we anoniem bellen, maar we gaan het zien. Ik ken Torben te goed. Ik ben ook totaal niet zenuwachtig omdat het Torben nu is. Goedendag, dit is de. Kut Torben! Nee, we gaan hem spammen, hij gaat opnemen. Hij moet opnemen. Hij moet opnemen. Als de hele tijd iemand anoniem belt. Kom op, Torben. Geef ons content. Zometeen gaat hij op Twitter. Mooi is er van, oh, een anoniem nummer belt besteed. Goedendag. Ik ben voicemail van. Oké, wie dan? Wie hadden we nog meer? Oké, we hadden. Chesto hadden we nog. Chesto, oké. Vinden wij mooi. Omg is Chesto. Oké, laten we hem even gaan brengen. Dan moet ik wel idee hebben. Ja, ik ben van de Fortnite-kant. Oké. Nederlandse Fortnite-kant. Oké, is goed. Ik denk dat hij wel opneemt. Met de mailbox van. Oh, kut YouTubers. Oké, okay, Games for Real, oftewel Dylan. Hey, als je opneemt, staat de link in de beschrijving. Nou, Dylan, neem je op. Hallo, ik spreek met Bart van de Nederlandse Fortnite Krant. Hallo, spreek ik met Dylan van het kanaal Games for Real. Hij neemt hem gewoon op. En hij zegt niks. Zou ik zeggen, nog een keer bellen en dan zeggen, ik heb dit nummer gekregen van Paradoes. Ja, zal ik dat doen? Oké, wacht maar. Dan gaat hij even natuurlijk, what the fuck. Hallo? Hallo? Je spreekt met Bart van de Fortnite-krant. Ik had dit nummer gekregen van Paradoes. Oh, oké. Ja, we willen dus, we hadden dus zeg maar een artikel en we hadden een YouTube-kanaal gezien en we hadden gezien dat u best wel goed was in Fortnite. Daar staat u denk ik wel een beetje bekend om. Ja. Zeg maar, Paradoes en u dus, Dylan, wouden we samen een artikel vormen over zeg maar, een beetje waar jullie Fortnite-tips en zo geven. Oké. Dit komt dus ook in de... Ja, dit komt ook gewoon in de Albert Heijn te liggen en in de Plus en gewoon een beetje in de supermarkten. Dat klinkt wel leuk. En daarnaast willen we ook een fotoshoot voor jullie doen, dus dan kan je ook op de voorkant een beetje te staan. Zeg maar, het is echt het nieuwe blad en het is de eerste editie. Oké. Wat zijn een beetje de kosten die u hiervoor vraagt? Of wilt u dit ook voor gratis doen? Wat heeft Rick daarover gezegd dan? Rick die moest toch even nadenken, zei hij. Ja, ik zit ook een beetje aan, ik weet niet. Het is de eerste keer dat ik hiervoor gevraagd word en wat is normaal een beetje, weet je wel? Normaal betalen we een creator daar rond de 4.000-5.000 euro voor. Oké. En dat zijn jullie bereid om aan ons te geven? Als u natuurlijk meer wilt. Ik zou wel, hè. Ja, want Rick zei dat hij wel. Rick zei dat hij gemiddeld al wat meer kreeg. Dus ik weet niet hoe het bij u zit. En hoeveel hebben we net? 4.000 tot 5.000. Dat klinkt. Voor 3.000 vind ik het hartstikke leuk. Oké, nou dat zou super tof zijn. Er is nog een YouTuber die trouwens meedoet. Ik weet niet of je die kent. Mick? Mick? Ja, Mick, M-I-C-K. Ja, die ken ik zeker. Daar heb ik ook contact mee. Oké. Ken je die goed een beetje? Ja, van goede vrienden. Dus als hij je zou bellen, zou je zijn stem wel herkennen, toch? Ja. Ja, oké. Dus, dan bellen we u later terug. Is goed. En dan, ik heb uw nummer, dus dan bel ik u gewoon over, misschien over 3 dagen eens terug over dit artikel. En dan komt er meer informatie. Is goed. Oké, tot zo. Yo. Je zou zijn stem wel herkennen als ze je zou bellen. Ja? En ik ben er gewoon. En hij herkent mijn stem niet. Zeg niet dat wij 4.000 euro krijgen. Dus dat is ook van. Rick heeft ook echt geen 10.000. Dat is echt ons nog nooit overkomen. Maar. Oh, die shit. Dus je zou zijn stem wel herkennen als ze zou bellen. Ja. Oké. Goed. Waarom werkt het zo goed? In het begin dacht ik, hij heeft het door of zo. Weet je wel. Die zit echt van kut zo mee, weet je wel. Maar vervolgens doet hij gewoon zo. Oh, oké, ja, is goed, leuk. Oké, Rick gaat hem nu eens bellen. Want ik zei dat Rick ook in die Nederlandse Fortnite-krant zat. Ja, het zit hier helemaal niet, want het is allemaal een prank natuurlijk. En dan vertellen we aan het einde dat het een prank is. Ja. Zo van, ja, ik heb er 6.000 euro. Zeg dat je iets van 7.000 euro vraagt en kijk hoe hij erover denkt of zo. Yo, Rick, wat is er? Yo, jij was net gebeld, zei je, Mick? Ja. Ja. Nee, oké, okay. Wat hadden ze precies tegen jou gezegd? Zo'n... Dat we geïnterviewd moeten worden of zo in een fotoshoot. Ja. Voor een blog. Ja, en wat nog meer? Wat wil je weten? Nou ja, ik zat zelf nog te kijken, want ik bedoel, ze kwamen dus met 4.000 euro of zoiets, maar vond ik nogal aan de lage kant, dus... Aan de lage kant? Ja? Ja, maar jij bent veel meer gewend, hè? Dat is ook nog een ja, maar... Ik zat zo te denken van, ja, maar jij bent ook ouder dan ik, hè? Ja, maar dat valt dus nog wel mee. Ik bedoel, kijk hoeveel je ervoor terugkrijgt, hè? Dus ik vind dat nog best aan de lage kant dan. Zo, maar jij krijgt best wel, je krijgt
Ja, maar weet je, ik wil stoppen met YouTube, dus dan moet je gewoon veel vragen, weet je wel. Wat zei je van je zelf? Met school, niet YouTube. Nou, ik wilde eigenlijk stoppen met school, dus dan moet ik natuurlijk wel veel verdienen. Dus dan. Was het weken 20.000 voor FG of zo, weet je wel. Jij hebt natuurlijk wel wat meer fame, hè? Je bent groter. Ja. Dus ik zat te denken, als jij zeg maar inderdaad wat hoger gaat zitten, dan ga je onder jouw prijs zitten. Ja, maar wat had je zelf in gedachten? Ja, kijk, ik het goede, dit geld is, kijk, ik word zeg maar, ik ga langzaam gewoon voor een auto sparen. Ja. En dan, ja, weet ik veel, gewoon. Ja, oké, maar wat had je zelf in gedachten? Ja, jij bent 18, maar hè? Ben je al 18? Nee, maar ik vroeg van, wat had jij in gedachten qua prijs? 4.000, want voor mij is dat super veel geld. Maar dan kan je wel eentje voorzetten. Bedoel je? Gewoon letterlijk zoals ik het zeg. Je lul toch? Nee. Ik zweer het je, gast. Zoveel voor dat? Ja, nee, dat weet ik. Maar ja, hey, je moet wel een beetje onderhandelen natuurlijk, hè. Neem later contact op. Ik zeg gewoon van dat ik jou heb gesproken. Ja. En dat ik zeg gewoon van ja, dat wij inderdaad gewoon dat geld, weet je, dat je best wel wat meer ervoor kan krijgen. Mm-hmm. En dat ja, voor ons, omdat we ook nog wel redelijk jong zijn, dat geld best wel kunnen hebben. Ja, nee, tuurlijk. Nee, ik heb het met Mick, zeg maar, er ook nog even over gehad. Want ja, je moet natuurlijk wel zoveel mogelijk eruit halen. Want ja, ik wil natuurlijk wel een Tesla. Nee, grapje. Maar ik had het dus met Mick er een beetje over gehad. Van, joh, weet je, benaderd en zo. En zij hebben dus, uiteindelijk, zij hebben ze maar al een stukje gedaan. En hebben dus al een deels uitbetaling gekregen. Maar totaal zou dat dus 20.000 worden voor hun. En dus heb ik zelf ook 15.000 gezegd. Want ja, natuurlijk wel, ja, het kan iets minder ik zo. Ja, ik kan ook gewoon duurlijk prijs zitten, maar ik ben stuk minder. Blijf maar door, je moet afkomen. Oké, okay, wacht, ik ga even FaceTime, oké? Okay? Ja, is goed. Yo, ga ik even FaceTime. Gast, even serieus, wat is hij mee bezig? Hoe kun je dat lopen? Toen ik de stem deed, dacht ik, het is over, maar... Sorry, Dylan, als je dit terug... gast. Vang in de verdiening, dit jaar nog niet eens. What the fuck, ouwe. Oké, jongens, we gaan even FaceTime en dan zien we weer in ons verhaal. Leuk prank. Dylan! Wat's good? Ik heb je gewoon gebeld, gast, dat was gewoon een prank. Ik wist het. Kijk! Oh. Hey, we zetten die link al in de beschrijving. Ja. Als troostje. Je had wel gezegd, als je opneemt, als je opneemt, dan krijg je linkje in de beschrijving. Ja, want Torben nam niet op, Chester nam niet op. Maar toen ik zei, hè, van je kent Mick toch wel, dus je zou zijn stem toch wel herkennen als je hem belt. En ik switch zo met mijn stem en ik zo, yo. Maar ik het was eigenlijk een moment dat ik dacht van, oké, nu gaat hij het zeg maar begrijpen, weet je wel. Maar ja. Ja, zo, ja, oh, is goed, dan maar terug. Hij staat hier echt van, what the fuck. Fucking boy. Hij was zo in de war, ouwe. Jongen, hij was goed, ik zeg eerlijk. Ja, we gaan nu bellen. Noem even iemand. Ja, weet je, Torben? Ja, Torben neemt niet op. Ja, weet ik niet. Ik heb niet echt iemand. Ja, we zoeken er wel uit. Hey, later. De rustig gaan met je hart, hè. Hij denkt sowieso, fuck, daar gaat 10k. Hij denkt eerst echt van, yes, ik heb 10.000 euro. En ik wil mijn goal geven, 10.000 euro voor niets. En nu denk ik, van, sorry. Waarom is nou een prank? Maar nu moet jij hem op prank houden. Zoals je ziet, als je dus anoniem belt en je praat met je eigen stem, herkennen al zoveel mensen hier. Ja, maar dat is raar. Oké, ja. Let's go. Oké, maar we moeten gewoon zo praten of zo. Hoor je niet? Sowieso. Oké, we gaan Dion van Tevulva bellen. Kijk, als hij nu Tevulva vraagt, want oftewel Dion, zeg maar, gaan we nu bellen. Als we hem, zeg maar, prankcallen. Ik weet niet of jullie het weten, maar we waren vroeger echt de prankkoning op YouTube. Als we de prankkoning op YouTube, Dion, als jij dit ziet en we kunnen jou prankcallen, moet je wel gaan opnemen. Sorry man bro, maar hey, dan zijn wij de nieuwe koningen. Dan bekroon ik ons als prankkoning. Ja, wat gaan we dan precies doen? Oké, we moeten iets van... Het moet iets simpels zijn. Ook alweer erg genoeg dat als hij het gelooft, die zegt van... Dat moet je ook hebben. Zeg iets van dat we een bedrijf dat meet and greet voor YouTubers wil organiseren. We zagen dat jullie tegenwoordig merchandise hebben en dan kunnen we dan de meet and greet verkopen. En dat wij daar 5% van krijgen. En we kunnen dat in de Utrecht jaarbeurs hebben we een hall. En dan kunnen we speciaal voor jullie en we hebben nog een andere creators. Alle Fortnite creators willen we uitnodigen. Doe zoiets. Gewoon iets een Fortnite meet and greet of zo. Okay, is dat niet een goed idee? Ja, ik lul wel wat. Ja, lul maar gewoon. Hoe ga je heten? Mark? Mark. Gerard. Heet Gerard. Gerard. Hey, laat even een reactie achter wat voor... naam jullie mij zouden geven. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zeg ga... Rick dan. Is gewoon Rick zeg nou hè. Ja, is goed. Wat is je bedrijfnaam? Moet even een echt bedrijf opzoeken, dan wordt het alleen maar beter. Oké, okay, sorry, ticketscript.nl, want je bent echt bedrijf, we houden van je. Maar we gaan je even nu gebruiken als onze fake fakebeller. Bellen? Okay, Dion is echt moeilijk. Als je dit lukt, heb ik echt respect voor je. Ticketscript? Ticketscript.nl, wat een kutnaam. Doe maar Ticket Nederland. Ticket Nederland? Dat staat zwaar. Ticketnederland.nl of zo. Ja. Sowieso. Okay, als je dit gaat lukken, dan ben je echt... Nou, niet .nl, maar dan gaan ze op... Ja, oké, okay, Ticket Nederland. Ja. Nou, als je dit lukt, dan ben je echt respect. Let's go. Ik vind het hier gewoon spannend om het gewoon te doen, gast. Echt waar. Gaat überhaupt over. Goedemiddag. Hey, wat is?
Bel je wel op anoniem? Ja, als het goed is wel. Waarom zegt hij what's up? Als hij een anoniem belt, nummer. Nog een keer goedemiddag. Oh. Maar, huh? Heb je echt nummer herkenning? Ja. Spirit, wacht, bel mij dus. Je had het niet gedaan. Nee, maar ik had het net uitgezet. Hij had zijn nummer herkenning aan. Ja, die kan je niet meer doen, gast. Nu moet je iemand anders doen. Wow. Probeer Tober nog een keer. Tober, als Tober opneemt, hij gaat het geloven. Oké, we gaan nog een keer Tober proberen. Dat is de laatste kans en dan gaan we iemand anders. Kut, Tober. Oké, nu gaan we Robert van het videospel bellen. Ook weer anoniem natuurlijk. Namens dus Tik in Nederland om een om zeg maar. Ja, hij gaat sowieso geloven, denk ik. Ik weet niet. Ja, ik denk sowieso wel. Ja, hè? Ja, als je die stem net. Ja, oké, let's go. Hij neemt ook wel op, denk ik. Ik denk dat hij maar. Ik weet twijfel of ik mijn stem doe je, moet aanpassen. Doe eens. Als we zo gaat praten, dan wordt het helemaal moeilijk. Maar nee, moet je wel proberen, denk ik. Ja, maar als je zo praat, ik weet niet, man. Oké, ja, je kan het proberen met je normale stem. Dan is het alleen maar nog erger. Oh, mijn naam is Gerard. Ja, maar dat is zeg maar too much. Je moet werken. Ja, oké, oké. Ga je normaal stem doen? Nee. Hallo? Goedenavond. Goedenavond. U spreekt met Ticket Nederland. Ja? Wij hebben een leuk voorstel misschien voor u. Want u bent Robert van het videospel, toch? Ja. Wij organiseren namelijk een heel erg leuk evenement voor Fortnite-YouTubers. En ja, we hebben zo'n aantal YouTubers gecontacteerd. En ja, we zagen uw kanaal en dachten van, nou, dat ziet er ook redelijk netjes uit. Wij organiseren dus een evenement in de Utrecht Jaarbeurs. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Wij organiseren dus een evenement waar u redelijk wat aan kan verdienen, al doet u mee natuurlijk. En er doen een aantal YouTubers mee, bijvoorbeeld Mick, Marinus, Torben en Games for Real doen ook mee. Wat eigenlijk het in principe is dat er een soort van meet and greets worden gehouden. En bij elke meet and greet kan de kijker met één potje Fortnite spelen met de YouTuber. Aantal tickets. 300 tickets. 1000 tickets worden verkocht. En er zijn in totaal 10.000 tickets beschikbaar. En er zijn er al 5.000 uitverkocht. Dus er was de vraag of u het leuk zou vinden als zou u daar maar aan mee willen werken. Wanneer vindt het evenement plaats? 23 september. Dat evenement zal plaatsvinden op 23 september. Ja, ja, 20 september. 23 september. 23 september, ja. Wat voor bedrag zou je daarvoor? Dat lukt helaas. Welke datum zou wel voor u uitkomen? Augustus. Waarom? Waarom? Vraag waarom. Misschien een beetje brutaal, maar zou ik misschien mogen vragen waarom? Nou, ik ga studeren, daardoor. Ah, oké. Okay. Dan ben ik niet meer in Nederland. Zegt dat hij 10.000 euro kan verdienen. U weet wel. Ik ken het nog niet. Wat zei u? Wat zei het is meer een dingetje, omdat heel veel mensen eraan meedoen. En je best wel wat geld ermee kan verdienen. Het richt ongeveer tussen de 10.000 tot 20.000 euro. Ja, dat is een mooie prijs, ja. Ja, dat vonden wij ook hier op het kantoor. En van welke bedrijf van Zinnigstraat, man? Dit bedrijf heet Ticket Nederland. Oké. Kunnen jullie mij misschien mailen daarover dan? Op het moment zit ik in de auto, dus ik Ja. Komt even aan dus als je misschien... Ik heb het merchandise gemaakt voor. Want je weet wel mijn mail. Nee, die hebben we nog niet doorgekregen. Oké, jongens. Gewoon, wij waren aan het opnemen. De accu was opeens leeg. Ik merkte het meteen. Dus we hebben hem even in de wacht letterlijk gezet. Dus, kunt hij even wachten? Dus nu staat hij gewoon in de wacht bij ons. En dan kunnen we nu... Als ik nu door ga praten. Als dat lukt. Als ik gewoon met een compleet andere stem gewoon doorga. Dan ga ik vragen. We kunnen ook merchandise voor u maken. Oké, daar ben ik weer. Hallo. We kunnen ook merchandise voor je maken. Wat zei je? Bent u ook geïnteresseerd in merchandise? Op dit moment nog niet eigenlijk. Maar we kunnen ook misschien speciaal voor het evenement alleen merchandise maken als u dat wilt. Ja, dat moet ik nog eventjes bekijken. Want ik wil eerst wel even weten qua hoe en wat meer. En dan bel ik jullie er later weer over. Want ik wil eerst wel eventjes gewoon een duidelijke lijst hebben. Als jullie dat duidelijk vermelden in een mail van hoe en wat, dan kan ik daar naar... Kan ik naar kijken en dan kan ik kijken of het kan. Oké, dat begrijp ik volledig. Maar we willen zeg maar een beetje weten. Als u echt meegaat en u vindt alles weer oké, staat u dan open om merchandise daar te verkopen? Die dan voor eenmalig daar is? Op dit moment nog niet, denk ik. Nee. Oké, dan weten wij dat. Ja, dat is mooi. Nog één vraag. Is dat, zou u het erg vinden als zouden wij 20% van de merch pakken? Ze net tot geen merch van? Ja, maar ik ga toch geen merch doen? Ja, maar al. Oh, nee, dat is niet erg. Kent u toevallig een van de YouTubers ook goed? Paradoes, zoiets. Maar heeft u contact met andere YouTubers? Met Paradoes heb ik contact met. Dus als hij zou bellen, zou je zijn stem herkennen. Ah, oké. Okay. Maar als. Want ik had het met hem ook al over gehad. Alleen hij zei dat u zou bellen. Dus als zou Paradoes u bellen, zou u zijn stem wel herkennen, toch? Of, Ja. Ah, oké. Okay. Dat is goed. Zeg, wanneer zie ik je? Wanneer zou u dat willen? Ja, zo snel mogelijk. Zullen we binnenkort ook video opnemen? Wie is dit? Rick, dat zei ik toch? Rick! Dat heb ik verteld. Maar u heeft geen interesse dus gehad. Wat zei je? U heeft dus geen interesse. Ja, ik ben
interesse. Oké, Prik, nou moet je stoppen. Kom op, hé. Hey. Oh, wat mooi. Ik zeg, maar je vindt het dus niet geen goed voorstel? Ik vind het een goed voorstel, maar ik dacht van, lijkt me sterk. We zijn zelfs nog gesprek. Ja, man. Je kent me wel. Ja, voor mijn kanaal, ik ben Mick trouwens. Ja, we zijn zelfs nog geswitcht tijdens de bellen. Oké. Hey, super bedankt. Ja, geen probleem, man. Ja, later. Draai, hangt er van op. Hé, ik hoop dat je genoten hebt. Het is fucking goed gelukt, dan. Ja, jongen. Iedereen die we bellen, we zijn echt prankmasters. Let's go. Hey, TVG, maar hey, wie is te veel gevraagd dan? Wie zijn het dan weer? Te veel vraag. Als je kijkt, 2-2 prank call battle. Uitgedaagd. Als je echt de trollkoning bent, ga je die uitdaging aan. Ik hoop dat je genoten hebben. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Allebei de link in de beschrijving. Abonneer ook even op degene die we allebei hebben gebeld. Ik zie jou bij de volgende video. Mijn naam is Mick. Zoals altijd, Mick out.